Zo, welkom bij weer een nieuwe video. Zoals jullie zien zit ik weer aan het water. Ik ga vandaag weer feeder vissen omdat ik natuurlijk nog steeds niet mobiel ben. Zoals jullie misschien in de vorige video gemerkt hebben was mijn geluid niet al te best. Als het goed is mijn geluid nu wel goed. Ik had het met de instellingen die goed staan bij mijn microfoon. Maar dat is nu wel prima. Minder omgevingsgeluid, et cetera. Ik heb al mijn spullen al klaargezet. Mijn hengel ligt ook al in. Ik ga hem nu voorvoeren. Ik heb mijn eerste korf erin gegooid. Ik werk met een stopwatch, zo kan ik een beetje zien wanneer de aanbeten komen. En ik hoop vandaag op een brasem. Mijn karper zal helemaal leuk zijn. Een zilt misschien wel. We gaan het zien. Ik wens jullie heel veel plezier met het kijken van een nieuwe video. Zo, ik zal jullie nog even heel graag wat uitleggen over het voer wat ik vandaag gebruik. Ik zal jullie even gauw uitleggen waarmee ik het aangemaakt heb, et cetera. Ik heb mijn voer hier in het bakje. Het is van Sony Baits. Het is de Supercrush Benefi. Daar ben ik over het algemeen gewoon tevreden mee. Ik heb het een beetje aangemaakt met een Scopex Liquid Booster. Om dat meer attractie te geven. Dat is eigenlijk mijn basis. Ik kan er straks nog wat pellets bijvoegen. Ik heb nog wat 4 mm krill pellets in de emmer zitten die ik er nog bij kan toevoegen. En dat ga ik denk ik wel doen. Maar voor nu wil ik het even met het voer zo houden en kijken of ik met het voer alleen een aanbeet kan uitlokken. Nou, zal ik even uitleggen waarmee ik met wat voor aas ik vis. Ik heb hier wat verschillende potjes staan. Ik heb ze al heel erg lang, maar het werkt nog steeds prima. Ik heb hier Banoffee wafters, de gele en de bruine. Ik vis nu met een gele. Ik heb hier nog wat wafters orange chocolate, wat oranje, wat bruine. En ik heb hier nog een potje chocolate wafters en dan alleen de oranje. Het is over het algemeen wel mijn favoriet. De vorige keer heb ik heel goed op de gele gevangen in de vorige video. En we gaan kijken wat werkt vandaag. Misschien is vandaag wat oranje, we zullen het zien. Nou, wat ik verder nog gebruik is een method core van volgens mij van 20 gram, niet zo heel zwaar. Wel de hybrid feeder, omdat het hier best wel diep is. De lijntjes die ik gebruik, die heb ik hier in mijn handen. Dat is een haakmaatje 10, 9 lb, barbless. Met een hertje eraan, dat is toch wel mijn voorkeur altijd, gewoon met een hertje. Gewoon van Guru, gewoon kant en klaar. Hoeft niet te moeilijk te zijn. Ik gebruik natuurlijk dan ook de stoppetjes ervoor, ook van Guru. En dat is hoe ik ga vissen vandaag. Ik heb hier nog een korf liggen volgens mij. Ik kan ook heel veel kijken, want het is allemaal dezelfde. Ja, 24 gram vis ik mee. Ja, prima gewicht voor hier. Ik ben heel benieuwd, we gaan kijken of we een paar leuke vissen kunnen vangen. Ja. Zo, dat was hem. Ik kreeg een paar tikjes de hele tijd. Ja, nu was wel een overtuigende. Brasem, 100%. Kom makkelijk mee. En Jem zat met me mee. Daar komt hij aan. Hij is ook al boven. Hij ziet er wel uit als een grote braas, hoor. Ik ga hem even scheppen. Hij past er niet eens in. Oh, oh, oh. Hij past er niet eens in. Oh.
Gamer. Oh. Oh, jongens. Oh. Oh. Meteen even ontraken hier. Oké. Oh, Jezus Christus. Je ziet er wel lekker uit, gaat Sidari. Even op de mat. Zo. De eerste braadsem die ligt op de mat. Een beetje afspoelen. Het is echt weer een hele grote. Zo, bijpukkels overal. Dat is echt weer een grote. Oei, oei, oei. Kijk dan. Het voelt een beetje raar. Oh, hij is ook druk. Oh. Zo, de eerste braadsem is binnen, zoals ik al zei. Is onder de pijpukkels. Is echt weer een joekel. Hij is een beetje druk, ik ga hem gauw showen. Kijk dan. Wat een lap weer, hè. Echt geweldig mooi. Oh, dit is echt weer een hele behoorlijke, hoor. Zo de u. Nou, gaat hij weer gauw terug. Dan gaan we kijken of we nog een braadsem kunnen vangen, want ze liggen nu op de stek. Nou, dit is zeker weer een 70 centimeter braadsem. Hij past niet eens in mijn pan net. Zo lang is die. Ik zal een beetje vertekend beeld geven op de camera. Dit is echt zo groot. Zo groot. Geweldig. Hij gaat weer terug. Top. Ik ben er blij mee. Nu gaat hij wel. Ja. We zetten weer eentje aan. We gaan gauw daar wegkrijgen. Dat hij zo vast zit. Zo, die voelt echt goed zwaar. Dit is karper, denk ik. Zo, die. Gewoon rustig blijven. In ieder geval daar bij die planten weghalen. En dan kan ik hem zo wel wat lijn geven. Ja, dit is sowieso wel karper. Goed zwaar. En dan hoop ik dat hij in mijn pan netje past zo direct. Dat is de zorg voor zo direct. Gewoon de hengel gebruiken als demper. Zo, dit is sterk hoor. Het beste je top onder water houden. Ik weet niet precies waar die zit. Hij komt wel dichterbij nu. Maar net je beetje bijpakken. Ik heb er geen zin in. Zo. Oh. Het gaat wel even duren, denk ik. Volgens mij een spiegel. Als ik het zo kan zien. Komt wat aan. Schep netje eronder. Nee. Geschrokken.
voorzichtig. Nee. Hij zit erin. Hij zit erin. Hij zit erin. Oh. Kom, 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 kom. Oh. Zo, tweede vis. Ik heb hem binnen. Was een goede drill. Maar hij is er. Het is een hele mooie schub. Ik schat hem een kilootje of... 7, 8. Ik ga hem er even voorzichtig uithalen. Zo. Even een beetje nat maken. Laat ik mee van jullie zien. Kijk, hier is die. Mooie schubkapper. Gaf echt goed gevecht. Echt weer bezig geweest. Hele mooie vis. Ritje, even weer een beetje water eroverheen. Zo. Dan laat ik even de andere kant zien. En dan gaat hij mooi terug. Oh, voet. Oh. Oh. Dat is de andere kant van de schub. Ha. Mooi, hè? En dan gewoon, ja. Andere stek. En ik zei al eerder in de video dat ik een karper zag springen. 3 meter naast mijn nieuwe stek. Dus ja, misschien zit hem wel. En heeft het plannetje gewerkt om toch te verplaatsen. Gaat weer mooi terug. Ik ben er blij mee. Super. Zo, ik ben inmiddels alweer thuis. Lekker gedoucht en al. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ik heb in ieder geval alweer van deze sessie genoten. Ik heb 2 hele mooie vissen weten te vangen. Op naar de volgende. Dat zal waarschijnlijk wel weer een 4e sessie worden. Aangezien het lopen nog niet heel goed gaat. En lange afstanden ga ik nog niet redden. In ieder geval, als je een leuke video vond, like de video dan eventjes. En ben jij nog niet geabonneerd op ons kanaal? Druk dan even op dat belletje of op dat knopje abonneren. En het belletje natuurlijk. Dan blijf jij elke woensdag op de hoogte van onze nieuwste video's. Dat is nog steeds de instelling dat we elke woensdag weer gaan uploaden. Ja, en wil jij een reactie plaatsen? Dan kan het hieronder natuurlijk. En dan zie ik jullie graag een volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot dan.